Et voilà, frappe de balle étonnante, un tir d'une puissance extraordinaire. Kaiser, on le savait déjà, qui finalement préfère laisser Svart, le numéro 8. Qui a fait lui aussi un très bon match. Une tête, vous voyez, qui inquiète sérieusement le gardien Rodri. Kaiser. Tir contré. Trich avec Kaiser. Une tête, Kaiser, au-dessus. Nickens, dont je vous parlais il y a un instant. Jeune demi, 21 ans, qui est titulaire. Terre, mauvaise passe. Les Espagnols caressaient encore l'espoir de participer à la finale. Regardez ce dribble de Cruyff, formidable, du pied gauche. Une tête directement sur le gardien espagnol. Changement de la défense espagnole. Regardez le très beau contrôle de Cruyff. Centre. Un dégagement du point de Rodri. Et une reprise manquée de Sfa. Pasovic. Rien à faire. C'est le tournant du match. ...75 minutes de jeu. Vous avez vu ce tir sur le montant et cette reprise de Cruyff au-dessus. Regardez cette action. Ajax verliest weliswaar de return in Schotland, maar de 1-0 overwinning van Celtic is niet genoeg. In de halve finale treft Ajax de Spaanse kampioen, Atletico Madrid. Ajax wist de 1-0 achterstand die het in de eerste halve finale in Madrid had opgelopen niet alleen geheel weg te werken, maar bleek tevens in staat door een ruime overwinning een finale plaats te pakken. Het zag er in het begin overigens nog niet naar uit dat dit zou gebeuren. Al moest Atletico soms wel naar grove middelen grijpen om Ajax beste man Piet Keizer te stuiten. Maar dat leidde in de 9e minuut tot een doelpunt van diezelfde Keizer van 30 meter afstand. De kanonskogel die keeper Rodri volledig had verrast, bracht de Ajax-aanhang in een uitzinnige vreugderoes. Waarin niemand scheen te beseffen dat er toen nog minstens 80 minuten gespeeld moesten worden. Een tijd waarin Ajax op alle mogelijke manieren door de tegenstanders werd gehinderd. En waarin de sterk meelevende supporters lang op zekerheid moesten wachten. In de eerste helft is Ajax nog wel enige malen dicht bij een doelpunt geweest. Maar niemand van de Amsterdamse elf wist de juiste richting te vinden. In de tweede speeltijd zag het publiek opnieuw een aanvallend Ajax. Dat de Spaanse verdediging vaak in moeilijkheden bracht, maar dat duidelijk een afmaker miste. Telkens opnieuw wist Atletico dat drie van zijn beste spelers als gevolg van blessures niet had kunnen opstellen de Amsterdammers uit hun ritme te brengen en daarmee een beslissende doorbraak te voorkomen. Toch moest Rodri vele malen in actie komen en voorlopig toonde hij zich daarbij in alle opzichten betrouwbaar. De toeschouwers werden wat ongeduldig, want een 1-0 zege van Ajax was niet voldoende en zou op zijn gunstigst een verlenging betekenen. Keeper Rodri reageerde ook perfect op een harde kopbal van Muren. En juist toen het erop ging lijken dat er wellicht toch een verlenging noodzakelijk zou zijn, schoot Ajax de Atletico-illusies weg. Al werden de Amsterdammers daarbij een beetje geholpen door de Madrileense doelman. Rodri greep namelijk mis op een afstandsschot van Surbier en toen stond Ajax met 2-0 voor. 5 minuten voor het laatste fluitsignaal kwam er aan alle onzekerheid een einde toen Keizer na een nieuwe fout van Rodri Neeskens in staat stelde Ajax op 3-0 te brengen. Voor de tweede maal heeft Ajax zich geplaatst voor de finale om de Europa Cup. En op 2 juni zal het nu in Wembley moeten aantreden tegen het Griekse Panathinaikos.